daardoor voor de filmindustrie vaak heel interessant. Als we dan denken, maar dit is gewoon een filmindustrie. André Spanko en hij is in het dagelijks leven van instructeur en vlieger op dit prachtige vliegtuig. De eerste manoeuvre van André is eigenlijk om te kijken hoe hoog de wolkenbasis zit. Zeker te weten dat hij zijn volgende manoeuvre kan doen. En op deze, dit is een vierpoetse rol. Op deze de volgende verleiden ze op het veelsluiten. En het stilstaan in de lucht. En dat kan bijna niet met straalvliegtuig, anders slaat de motor af. Maar bij deze, dit speciale type, is dat goed te doen. Dus dan gaat hij verticaal omhoog. Stilstaat en dan valt hij eigenlijk naar beneden. En dit zijn gewoon de flares die we vandaag nog wel vaker zullen zien. Om even aan te geven van hallo, hier zit ik. Nou, eigenlijk zijn ze daar helemaal niet voor bedoeld. Die zijn eigenlijk bedoeld om te laten zien hallo, hier zit ik niet. Want die flares, dat zijn een kleine patronen. Een soort vuurpijlen die afgeschoten worden uit de staart van een straaljager. Of een helikopter om warmtezoekende raketten af te leiden. Hier een prachtig uitgevoerde slow met alle coördinaties mogelijk die je maar hebt. Dat is dat zo heel. En dan gaat hij door naar 8G-bocht. Stapelend om voor de verticale rol eruit te komen. En heel langzaam licht tegen de wind in. Er staat een wind dwars op de baan. Daar moeten de vliegers goed rekening mee houden. Hier tot stilstand te komen in de lucht. Flares eruit. En dan valt hij eigenlijk naar beneden. Dit is die tailslide. Hele bijzondere manier, de tailslide. En dan is het de bedoeling dat de motor niet afslaat. En hij heeft me verzekerd dat dat niet het geval is. En je hebt er maar één, zo'n motor. Ja, je hebt hem echt nodig. Je ziet die regel weer. Heel blauw boven, groen onder. Alleen als je recht naar beneden komt. Hij heeft een veel langere neus dan die L39. Daar zullen wel allerlei sensoren. Meer, een kaartje minder.
komt er nu niet zo op aan, maar dat weet u misschien. Er worden ook wedstrijden in kluchtkunstvliegen worden er gehouden. Niet met dit soort vliegtuigen, helaas, want dat zou nog heel erg leuk zijn. Ik begreep overigens dat in de Reno Air Race een L-139 of een L-39 weet. Ja, dat komt dus in een staal vliegtuig. De Reno Air Race is een heel bijzonder wedstrijd eigenlijk. Een paar dagen is dat in september altijd. Voor de grond rondom pilonnetjes vliegen, heel hard en dicht naast elkaar. En dan, de winner takes it all. Ik probeer het niet eens meer uit te spreken. De Aero L-159 van de Tsjechische luchtmacht. Ze wilden hier eigenlijk graag...